Ik ga mijn eigen strapless zomerjurkje maken en ik ga je precies laten zien hoe jij dat ook kan maken. En volgens mij, ik weet gewoon zeker, dit is zo makkelijk dat je dit kan. Echt waar. Let's go. Ik was laatst op Instagram aan het scrollen en toen zag ik een foto van iemand in een jurkje. En toen dacht ik, volgens mij kan ik dit heel makkelijk zelf maken. Dus dat is het jurkje wat ik vandaag ga maken. Ik ga even kijken of ik heb er een screenshot van gemaakt. Oh kijk, hij staat nog open. Dit is het jurkje. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien zo. Ik denk het wel. Maar hij is dus strapless en hij zit met elastieke banen boven vast. Ik zal hem ook even hier ergens in het scherm plakken met de creator waarvan deze foto is. Want dat vind ik wel netjes. Oké, allereerst. Wat heb je nodig? Stof, uiteraard. Ik heb net als het jurkje op de foto een groen geruit stofje gekocht. Oeh, ik kom niet aan mijn woorden. Dan heb je elastiek nodig. Bijpassende garen. Die zitten al bij mij in de machine. Verder spelden of clipjes. Een stoffenschaar of zo'n rotary cutter. En ik denk dat je dan een heel eind komt. En een meetlint is wel handig. Oké, als je alle materialen hebt, dan kunnen we de jurk gaan maken. Maar daarvoor moeten we eerst de stof gaan knippen. En we hebben een aantal onderdelen van de stof nodig. Namelijk 2 rechthoeken en 4 stroken. En de afmetingen van je 2 rechthoeken gaan als volgt zijn. Daarvoor moeten we eerst wel even wat afmetingen doen. We hebben namelijk de lengte van je jurk nodig. Nou, hoe je dat opneemt, is dat je meetlint. Volg je het nog? Ik zal het even uittekenen. Oké, wat je dus nodig hebt zijn 2 rechthoeken. Daarvan is de lengte waarvan je de jurk wil hebben, plus 2 centimeter. Dat is in mijn geval 77 centimeter. En de breedte van je rechthoek wordt je heupomvang keer 1,5 gedeeld door 2, wat in mijn geval 75 centimeter is. Dus daarvan gaan we er 2 uitknippen. Dan hebben we vervolgens nog 4 stroken nodig, waarvan de breedte je heupomvang keer 1,5 is, dus in mijn geval weer 150 centimeter. En waarvan de breedte 3 centimeter is. En daarvan hebben we er 4 nodig. Alright, ik heb mijn 4 stroken. Die hang ik even hier, want die hebben we straks pas nodig. Ik heb hier mijn 2 rechthoeken. En daar gaan we nu eerst mee verder. We gaan de 2 rechthoeken op elkaar leggen met de 2 goede kanten naar elkaar toe. En dan gaan we de zijkanten vastzetten. Je kan de zijkantjes natuurlijk vastspelden, maar ik gebruik vaak van deze clipjes. Dat vind ik eigenlijk veel handiger. Ik ga nu de 2 zijkanten vastzetten. Dat doe ik met een normale rechte steek. En ik heb 1 centimeter seam allowance. Ik doe een backstitch. En dan kunnen we gaan. Alright, hij zit nu aan 2 kanten vast. Met de goede kanten nog naar elkaar. Nu moet je bepalen wat de bovenkant wordt van je jurk. Als je een patroontje hebt wat heel duidelijk is daarvoor, dan is dat duidelijk. Anders moet je gewoon een kant kiezen. Want de volgende stap gaat worden dat we de bovenkant gaan omzoomen. En dat doe ik door 1 centimeter om te slaan en dan nog 1 centimeter. En dan zet ik hem rondom vast. Ik heb de bovenkant omgezoomd en die ga ik nu vastzetten. Deze spelden zitten er heel scheef in. Maar als het maar vast zit, jongens. We hoeven geen backstitch te doen, want we gaan rondom. Dus we komen vanzelf weer bij het eind. We laten het jurkje dan nu even voor wat het is, nadat je de bovenkant hebt omgezoomd. En nu gaan we ons weer bezighouden met de 4 stroken die je hebt uitgeknipt. Hiervoor is het handig als je een strijkijzer hebt. Dan wordt het in ieder geval een stuk gemakkelijker. Dit worden namelijk de banen waardoor we het elastiek gaan rijgen. Maar zoals je ziet zijn de kantjes natuurlijk nog een beetje rauw.
Want ze zijn geknipt en het is wel netjes dat als je je jurkje ook binnenstebuiten ziet dat het netjes is afgewerkt. Dus wat we met deze stroken gaan doen is dat we de twee zijkantjes naar binnen vouwen. Eigenlijk maken we een soort van ons eigen bias tape. Oké, voorzichtig dat je je vingers niet verbrandt, jongens. Dit is even een priegelwerkje, maar dan ziet het er wel mooier uit straks. Ik zit me nu te bedenken, als je nog bias tape hebt liggen, dan kan je dat natuurlijk ook gewoon gebruiken. Alle vier de stroken heb ik omgestreken. En nu moeten we gaan bepalen waar we die vast gaan zetten op de jurk. Want we willen natuurlijk een goede verdeling hebben. Dus de eerste is denk ik makkelijk. Die komt boven de borst. En ik denk dat ik die ongeveer 2 tot 3 centimeter onder de bovenkant plaats. En dan de onderste ga ik dan nu afmeten. Ik denk dat de jurk ongeveer hier komt. Meetlint over de borst heen. Kijk even op het scherm. 23 centimeter. Dus daar komt de onderste. Ik denk dat ik die andere twee dan met gelijke afstand ertussen plaats. Even een kleine update. De batterij van mijn camera was leeg. Maar ik ben wel alvast een stukje verder gegaan. Ik heb namelijk de stroken vastgezet. En ik heb uiteindelijk besloten om maar 3 banen te gebruiken. Ik heb de bovenste 2 vastgezet. Ik moet de onderste nog doen. En wat ik elke keer heb gedaan, even kijken. Ja, kijk, ik moet alle draadjes nog afknippen. Maar ik heb in de onderste baan elke keer ruimte nog overgelaten en niet vastgezet. Want daar gaan we dan straks het elastiek doorheen rijgen. Jongens, ik ben zo benieuwd. Ik begin opeens helemaal te twijfelen of dit wel goed gaat komen. Maar oké. Ik ga de laatste strook vastzetten, dan gaan we de elastieke knippen er doorheen halen en dan gaan we even passen. Alle banen zitten erin. Nu hebben we elastiek nodig. Ik heb dus 3 banen in de jurk gemaakt. Eentje hoog, boven de borst. En dan wil je natuurlijk dat hij niet afzakt, dus ik doe hem redelijk strak. Onderste, die zit bij mij onder de borst. Kan ik hier afknippen. En dan heb ik er eentje in het midden. Die komt dan eigenlijk precies op de borst. En die doe ik niet super strak. Want ik ben bang dat als ik die heel strak doe, dat die borst heel erg plet. En dat vind ik niet heel mooi. Oké, deze gaan we door de bovenste tunnel heen rijgen. Yes, I'm excited. Ik ben blij als een project er dan altijd bijna op zit. Want ik weet niet. Ik ben altijd een beetje ongeduldig. Ik wil dat wat dingen snel klaar zijn. Oké. We gaan het bovenste. We gaan de eerste rijgen. Daarvoor is het handig als je een veiligheidsspeld hebt. Oh, jongens. Kijk nou wie ik tegenkom hier. Jaapie. Hey. Maatje, lig hier lekker. Ik heb nu de ene kant vastzitten aan het jurkje met de veiligheidsspeld. En hier zit de andere veiligheidsspeld. Nou, en zo ga je de hele baan rond. Ik ben bij het eind. Dit ga ik vastzetten op de naaimachine. Ik ga gewoon een paar keer heen en weer. Ik heb hem vastgezet en een paar keer heen en weer gegaan. Je kan ze ook plat op elkaar leggen, maar ik vind dit makkelijker. En aangezien ik het niet hoef te verkopen of zo, en het toch mijn eigen stuk is, doe ik het lekker zo. Oké, nu baan 2 en baan 3. En dan de onderkant omzoomen. Maar oké, eerst nog de 2 banen. De 3 banen zitten erin. Dus dan ziet hij er ongeveer zo uit. Ik ga in het laatste daglicht nu even de onderkant omzoomen. En dan ga ik hem morgenochtend voor jullie aantrekken. Maar goed, voor jullie is dat nu in 1 seconde zo. Dus dit is het resultaat. Oh my god! Ik had niet verwacht dat het er nog zo cute uit zou komen. Even de foto erbij zoeken. Is hij exact hetzelfde? Nee.
Maar... Oké, ik heb even een kettingje erbij omgedaan van Babs de Label. Ik wil eigenlijk witte slippers, maar die heb ik niet. Met Birkenstocks denk ik ook heel leuk. Zo, zonnebrilletje, tasje. Het was een beetje een experiment deze video, jongens. Dus het was geloof ik een beetje een combinatie van tutorial en vlog geworden. Maar ik hoop dat je er wat aan had. Dit is de jurk, nog één keer. Tot de volgende.